Het is wel een beetje gek om erover na te denken dat iemand anders zo meteen met mijn haar rondloopt. Dat is wel een gek idee. Ja, want hoeveel gaat er af? Het gaat ongeveer tot mijn schouder, dus ongeveer tot daar. Mijn moeder is overleden toen ik 5 was. En elk jaar doen ik en mijn vader en mijn 2 broers gaan we iets doen met z'n allen met het gezin. Echter in 2015, toen mijn moeder 15 jaar overleden was, heeft mijn vader een hele grote fietstocht gedaan in Frankrijk om geld op te halen en ik wil eigenlijk zoiets hetzelfde doen. En daarom knipt Iris aankomende zaterdag bijna 40 centimeter van haar haar af om te doneren aan de Haarstichting. De Haarstichting maakt pruiken voor mensen met kanker, maar ook met andere haarziektes, dus ook met mensen, voor mensen met alopecia. En andere ziektes waardoor je uiteindelijk kaal wordt. Ik vond dat wel heel belangrijk. Ik weet nog heel goed met mijn moeder dat zij ook een pruik had en dat ze zich daardoor wel meer normaal voelde en meer weer zoals zichzelf. En ja, je hebt al zo'n verschrikkelijke ziekte. Elk kleine beetje wat je een beetje als jezelf laat voelen is natuurlijk erg belangrijk. Omdat Iris nog maar 5 jaar oud was toen haar moeder kwam te overlijden, weet zij niet veel meer van die tijd. Ik weet nog wel dat we samen naar Disneyland zijn geweest met het hele gezin. Eigenlijk voornamelijk een beetje het einde, weet ik wel. Omdat ik natuurlijk zo jong was, dat merk je niet echt op. Ik merkte wel om me heen dat het heel veel met mensen deed. Maar zelf in het begin vond ik dat is gewoon hoe het was in mijn leven. Maar uiteindelijk later ga je natuurlijk wel beseffen wat het allemaal betekent. Helemaal als je een tiener bent heb je dat wel helemaal nodig. Daar heb ik het voornamelijk gemist. Maar eigenlijk nog steeds wel natuurlijk. Je wil sowieso nooit je moeder kwijtraken. Of je vader. Iedereen die iets wil bijdragen aan de actie van Iris is zaterdagavond vanaf 8 uur welkom in Café de Vrijheid aan de Noordendijk. Entree is €5 of meer als je meer wilt doneren. Er zullen overal QR-codes en postjes staan waar je gewoon in kan doneren. En we eindigen de avond met een DJ waar je ook voor geld een plaatje kan aanvragen. En al dat geld gaat ook naar de Haarstichting. En verder kun je natuurlijk gewoon zelf doneren aan de Haarstichting of dat.